Morgen begint weer een nieuwe maand en dus kijken we in deze video alvast een beetje vooruit, want we gaan kijken naar interessante aandelen voor oktober 2019. En zoals de vaste kijkers misschien wel weten, is het iets wat ik elke maand doe, zo'n video, waar ik een aantal aandelen behandel die interesse hebben gewekt, bijvoorbeeld vanwege iets in het nieuws, maar dat ik nog niet alles over het bedrijf weet. Daar zorg ik dus voor dat ik dan meer onderzoek daarna ga doen. En dus ook in deze video wil ik een paar aandelen gaan behandelen, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien. Klik dan hieronder op abonneren, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar interessante aandelen. En voordat we gaan kijken naar de aandelen voor de komende maand, voor oktober dus, gaan we eerst kijken naar wat is er gebeurd met de aandelen die ik aan het begin van deze maand, dus in dit geval, heb besproken. En dat waren dus de aandelen voor september 2019. Om dit goed te vergelijken kijken we altijd eerst even naar de S&P 500 als voorbeeld. Nou, die is de laatste maand zeg maar 2,5% op vooruit gegaan. En ook VWRL, het bekende Vanguard fonds waar heel veel mensen van mijn kanaal in zitten, heeft een plus van 2,24% gedaan. Nou, wat was het eerste aandeel van afgelopen maand? Dat was Salesforce. Dat aandeel is licht onderuit met 0,26%. Een ander aandeel was Canopy Growth, dat is de cannabisbedrijf, min 1,14%. En als laatste hadden we Relax, waar de meeste mensen kennen van Elsevier of Reed Elsevier. Dat was bijna 1,7% onderuit in de laatste maand. En dit zijn natuurlijk statistieken op een korte termijn, op de afgelopen maand. Maar je ziet wel dat het zeker niet als aankoopadvies moet doen. Want het kan zomaar zijn dat alle drie de aandelen die ik vorige keer heb besproken, zoals in dit geval, allemaal in de min staan. Terwijl gewoon de index of de beurs op zich 2% in de plus staat. Maar het zijn wel aandelen waarbij je wat na kunt gaan denken, wat kijken voor de toekomst. Misschien is het op korte termijn niet zo interessant, maar op lange termijn. Of misschien komt er een moment in de toekomst dat het in één keer wel interessant is. En dan heb je alvast wat vooronderzoek gedaan. Dat zijn dus allemaal redenen om vast naar interessante aandelen te kijken. En dat is ook een van de redenen waarom we met het eerste aandeel zijn uitgekomen. Iets wat de laatste tijd vaak in het nieuws komt, waardoor ik erover na ga denken. En uiteindelijk ben ik dan uitgekomen bij de Think ETF voor het vastgoed. En dan specifiek Think Global Real Estate. Oftewel, tickersymbol TRED. Ik heb natuurlijk al langer interesse in vastgoed gaan investeren. Nou, om echt een pand te gaan kopen, daar heb je veel kapitaal en veel kennis voor nodig. Dus wat heel erg interessant is en wat ik al regelmatig heb besproken, ik zal hier trouwens een link plaatsen, zijn REITs, Real Estate Investment Trusts. Zijn eigenlijk gewoon vastgoed ETF's, fondsen van verschillende aandelen. Nou, in dit geval heb ik dus voor deze als voorbeeld gekozen, omdat deze in de kernselectie van de Giro staat. Maar juist de laatste week heb ik meer interesse gekregen in vastgoed en ben ik dus aan het kijken naar, zijn er interessante aandelen of REITs die bij mij passen, omdat je veel leest over de stikstofproblematiek. Er wordt eigenlijk te weinig woningen gebouwd en dit draagt er zeker niet aan bij. Dus vooral van de Nederlandse markt kun je eigenlijk al opmaken dat de komende jaren er nog steeds een woningtekort zal zijn, waardoor de prijzen van vastgoed ook de komende jaren gewoon nog door zullen gaan stijgen, is te verwachten. En het liefst zou ik dan zoveel mogelijk ook richting de woningbouw richten en niet zoveel richting retail, dus de winkels zeg maar. Nou, dat is een van de redenen waarom bijvoorbeeld een aandeel als Unibail, Rodamco, Westfield al af is gevallen. Omdat als je kijkt naar hun statistieken, ze voor bijna 90% in winkelcentra zitten. Terwijl juist de afgelopen weken komt daar ook weer nieuws voor. Er zijn steeds minder mensen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam door de winkelstraten. Dus op lange termijn denk ik ook zeker dat er in vastgoed voor winkelgebieden, in ieder geval voor winkelcentra, uiteindelijk minder goed is. En juist bij woningen wil ik me daarop focussen. Zoals gezegd ben ik dan ook eerst gaan kijken naar wat heeft de Giro in hun kernselectie zitten. Ik zal een linkje plaatsen over alles over de kernselectie. Want dan kun je dus, als je onder bepaalde voorwaarden aan voldoet, simpele voorwaarden, dit soort aandelen gratis kopen. Dus beperk de kosten en uiteindelijk maak je dus ook meer rendement. Welke aandelen zijn er dan of welke ETF's of REITs waren er dan binnen de Giro? Nou, ten eerste was dat deze van Tink, maar er was ook nog eentje van iShares. Het was eigenlijk zo dat ze allebei best wel een redelijk dezelfde verhouding hadden tussen bijvoorbeeld retail, zakelijk, vastgoed, woningbouw. Alleen de kosten bij deze van Tink, die waren gewoon een stukje lager dan bij diegene van iShares. En waar iShares zich dus op Europa richtte,
richt deze van Tink zich wereldwijd op vastgoed. Als we dan gaan kijken naar het aandeel of deze REIT, dan zul je zien dat het een Nederlands gevestigd fonds is. Tink zit dus in Nederland en die heeft misschien als voordeel uiteindelijk ook dat wanneer er dividend wordt uitgekeerd, je misschien wel een gedeelte van de betaalde dividendbelasting kunt terugvragen. En dit ligt dus een beetje aan de aandelen die eronder liggen. Zijn dat Nederlandse bedrijven? Dan zou het dus kunnen. Nou, kijken we naar het dividend, dan zagen we dat in 2018 voor €1,53 aan dividend is uitgekeerd. Elk kwartaal wordt er een keer een uitbetaling gedaan en die ligt een beetje tussen de 30 en 60 cent in het afgelopen jaar. En vaak zul je zien dat dit soort dividenduitbetalingen een beetje stijgen. Het is niet degene waar ik me op focus, maar het is wel leuk meegenomen dat je eigenlijk ook meteen weer een dividendaandeel erbij hebt. Als we gaan kijken naar real estate, ja, dus in dit geval op wereldwijde schaal, dan zul je zien dat year to date, dus op de eerste negen maanden van dit jaar, het al een plus van 26% heeft. Dus vastgoed heeft het dit jaar eigenlijk al heel erg goed gedaan. Dit is zelfs zo'n rendement dat je gaat denken van, is het misschien niet beter om even te wachten tot een ander moment? Maar als je ook gaat kijken naar, sinds dat het in 2011 is opgericht, welke rendementen ze dan hebben gemaakt, dan zul je vaak zien dat het gemiddeld op 11% per jaar uitkomt. Er zijn jaren zoals nu dat het bijna 30% is. Er zijn ook jaren dat het bijna 0% was. Volgens mij nog niet in de min. Maar het is in ieder geval zo dat er goede jaren tussen zitten en slechte jaren, maar gemiddeld genomen de laatste 8 jaar dus 11% rendement. Wat dan altijd belangrijk is bij een REIT, dat je wil gaan kijken naar de samenstelling. Nou, dat kan op twee gebieden. Ten eerste kan dat geografisch. Dan kijken we naar deze. Dan zul je zien dat bijna 60% gericht is op Amerika, gevolgd door 14% op Japan en 6% Australië. Maar je kunt ook gaan kijken naar sector. En dan zie je dat diversified, dus verschillende dingen onder één dak eigenlijk 22% is. Retail, dat is de winkels 17%, gevolgd door residential, dus woningen met 14%. Je zult dus zien dat er een behoorlijke spreiding is, zowel geografisch als per sector, waarbij Amerika natuurlijk weer uitschiet, maar ja, dat is op de hele totale beurs ook het geval, dat Amerika is gewoon ongeveer 60% van het vermogen in de wereld, zit gewoon daar geconcentreerd, dus daar ontkom je niet aan. Maar op deze manier kun je met dit aandeel wel vastgoed over de hele wereld eigenlijk verspreid hebben in één REIT, in één aandeel, en dat maakt het zo interessant. Dan hadden we dus ook voor die iShares kunnen gaan, die European Property, dus vooral op Europa gericht is. Het grootste gedeelte is op Duitsland met 37%, gevolgd door Frankrijk met 23%. Alleen de reden dat ik daar niet voor heb gekozen is dat residential, dus woningen, dat daar minder dan 1% van het fonds naartoe ging. Terwijl ik zelf denk dat daar de kansen liggen de komende jaren. Het is dus niet echt ideaal, ook niet op de Nederlandse markt. En het is iets waar ik nog wel steeds naar op zoek ben. Is er een aandeel wat specifiek op de Nederlandse markt richt, eventueel op woningbouw? Moet ik dan naar een bouwer gaan kijken? Is er een fonds? Is er een bedrijf met veel verhuur waar je in kunt zitten? Nou, dat is nog een beetje wat ik uit ga zoeken op de lange termijn. Maar zeker om een korte termijn, dus in vastgoed te beginnen, lijkt me deze REIT van Tink dus heel erg goed, omdat die juist weer wereldwijd gespreid is. Maar mocht jij dus nog tips hebben die mij kunnen helpen, van kijk daar eens naar, want dat past goed bij wat jij wil. Nederlandse woningmarkt waarschijnlijk dus de komende jaren. Laat me dat in ieder geval weten onder deze video. Het tweede aandeel van deze video is ook iets wat eigenlijk een beetje aan het nieuws gerelateerd is, wat de laatste tijd veel in het nieuws is. En dat is de Walt Disney Company met tickersymbool DIS. Nou, waarschijnlijk is het je wel niet ontgaan eigenlijk de laatste tijd in het nieuws. Er gaat veel, wordt er gepraat over de streamingdiensten en dat Disney dus met een nieuwe variant komt, Disney Plus. Net zoals Apple binnenkort komt met Apple Plus. Dus dat komt naast Netflix wat er al is of Videoland. Dus er komt steeds meer competitie op deze markt, ook steeds meer aanbod dus. Wij als Nederland hebben eigenlijk al het geluk, want hoewel dit product op geloof ik 12 november wereldwijd wordt uitgerold, kunnen wij als Nederlanders er nu al gebruik van maken. En we kunnen dus tot die tijd gratis kijken. Wij zijn eigenlijk het testland, waardoor we al deze content alvast kunnen gaan kijken. Ik zelf heb ook een account aangemaakt. Ik heb nog niet al te veel films gekeken, eigenlijk helemaal niks, maar wel vooral welke content staat erop. En dan kun je je eigen afvragen van, is dit nou belangrijk dat er een nieuwe concurrent komt van Netflix? Iemand met een nieuw aanbod, zitten we daarop te wachten? Nou, dat is een beetje lastig in te schatten, maar we kunnen wel kijken naar hoe reageert Netflix erop en hoe reageren de beleggers erop. Disney is een beetje gaan stijgen vanaf april dit jaar, toen kwam het nieuws wat op gang en dat soort dingen. Dus als we gaan kijken naar het aandeel van Netflix vanaf april dit jaar, dan zul je zien dat ze met bijna $100 of €30 zijn gedaald. $30 zijn gedaald zelfs. Want toen had Netflix nog een koers van 370, terwijl het op dit moment rond de $260 zit. Dus je kunt wel zien dat mensen verwachten dat het een grote impact gaat hebben op Netflix. Zeker in ieder geval de beleggers. En vaak zal het ook wel blijken dat veel mensen toch wel misschien overstappen of misschien een abonnement erbij nemen. In ieder geval keuzes gaan maken. Nou,
welke keuze ga je dan maken? Je kunt voor Netflix kiezen, het begint bij 8 euro zeg maar, of je kunt voor Disney kiezen en dat is 7 euro. Dan kun je zeggen van ja, er komt een nieuwe aanbieder op de markt. Maar dat is natuurlijk een heel erg hoge drempel, want Netflix heeft heel veel films er al op staan. Maakt veel eigen content waar ze dit jaar bijna 20 miljard dollar in investeren om zelf series en films op hun platform neer te zetten. Maar ja, je weet natuurlijk dat Disney ook heel veel merken en titels achter zich heeft. Dus dat ze eigenlijk direct bij het begin al een enorm aanbod kunnen gaan aanbieden. Kijken we bijvoorbeeld naar de films, dan kun je denken aan Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel en Fox. Maar ze hebben ook mediakanalen en die zul je ook terugkomen in bepaalde documentaires of series van bijvoorbeeld wederom dus Disney kanalen, ABC, dat is nieuws, ESPN, sport, National Geographic, de documentaires dus en wederom de Fox, alleen dan de tv-kanalen. Dus behalve dat ze al heel erg veel te bieden hebben, zullen ze ook content gaan wegtrekken bij Netflix. Want op dit moment zijn er nog verschillende films, series van Disney bij Netflix te zien. Maar zodra dat contract afloopt, zal natuurlijk Disney dat niet gaan verlengen. Want ze willen het liefst die content exclusief bij hun op het platform hebben. Waardoor mensen dus misschien wel geneigd zijn om bij Netflix weg te gaan of in ieder geval bij Disney aan te melden. En hierbij moet je dan denken aan titels van Marvel die heel erg populair zijn. Denk aan de Iron Man reeks of Avengers. Maar ook series als The Punisher of Daredevil zijn eigenlijk gewoon Marvel series en dus vallen deze onder Disney. Die je dus waarschijnlijk in het vervolg alleen nog maar bij Disney kunt gaan kijken. En zoals gezegd is het lastig om in te schatten hoeveel mensen nou dit gaan kijken. Maar het is denk ik zeker wel interessant en er ook zeker interesse om het bij te gaan houden. Want ik denk dat veel mensen toch een abonnement zullen nemen op Disney+. Want het is eigenlijk maar 7 euro in de maand. En we weten allemaal hoeveel abonnementen mensen wel niet hebben en hoe makkelijk we het afsluiten. Zeker voor dit soort bedragen. Nou, er staat gewoon heel veel content op die gericht is op kinderen. Heel veel series, films, tekenfilms. En zeker ook allemaal in het Nederlands. Dus dat is heel erg interessant. Maar denk ook aan eigen content uit jouw tijd. Films of series die je misschien wel van jong af aan al hebt gevolgd. Kun je nu allemaal kijken. De hele collectie eigenlijk. Dus ook voor de ouders is er wat te zien. En juist die combinatie van heel veel aanbod voor kinderen. Maar ook voor ouders. En het bedrag van 7 euro zorgt denk ik wel voor dat het een succes gaat worden. En dan ga ik in deze video niet in op de hele balans of de hele jaarrekening van Disney. Maar wat je daarin kunt lezen is dat Disney eigenlijk de laatste jaren ongeveer 7% per jaar groeit in omzet. Nou, ik denk zeker dat wanneer ze dit gaan aanbieden, wereldwijd trouwens ook, dat dit zeker gaat toenemen naar misschien wel een verdubbeling naar 14%. Ik weet het niet, maar in ieder geval zeker meer dan die 7%. En dat maakt het dus een interessant aandeel. En dan zijn we aangekomen op het punt in de video waar ik normaal het derde aandeel ga noemen. Alleen heb ik in deze video, in deze maand, geen derde aandeel wat ik wil benoemen. Ik heb wel verschillende aandelen op het oog waar ik interesse in heb. Maar als ik er snel naar ga kijken is het niet het juiste aandeel om het op dit moment te behandelen. Ten eerste bijvoorbeeld omdat het een aandeel is wat ik afgelopen tijd al heb behandeld. Denk hierbij aan Tesla. Om dan niet in herhaling te treden in deze video is het iets wat ik niet wil gaan behandelen. Zeker niet uitgebreid. Dat kunnen we misschien beter in onze Discord chat doen als we daar informatie over willen delen. Ik zal een link trouwens daarvan onder deze video plaatsen weer. En een andere reden kan zijn dat er wel aandelen interessant zijn, maar dat het gewoon niet het juiste moment is om een aandeel te kopen. Er zijn wel twee aandelen die ik eigenlijk nog had willen uitzoeken om eventueel in deze video te behandelen. En de eerste daarvan was ABN AMRO. Want zoals je misschien wel weet is dat de afgelopen weken in het nieuws gekomen dat er weer een witwasschandaal is. Dat ze eigenlijk te weinig of niks hebben gedaan om dat soort dingen te voorkomen. We hebben dat eerder gezien bij ING. Die heeft uiteindelijk toen een boete van 775 miljoen euro ontvangen. Dus ja, je kunt verwachten dat ABN AMRO ook een boete gaat krijgen en daar reageerde het aandeel ook sterk op. Het ging geloof ik met ongeveer 12% onderuit op die dag dat het bekend werd. En dat maakt het eigenlijk wel meteen een interessant moment om misschien wel in te stappen in zo'n aandeel. Dus ik ben gaan kijken naar het aandeel ABN en in ieder geval de onderliggende waardes daarvan. Want over het algemeen zijn juist banken vaak wel interessant. Ze zijn hele grote bedrijven, er zit veel omzet in. Er is in principe weinig te innoveren, dus er zit vaak veel dividend ook in dit soort bedrijven, zeker bij ABN. En het is eigenlijk op dit moment ABN heel erg voordelig, een voordelige koers, een voordelige prijs. Het enige nadeel voor ABN is dat eigenlijk in de komende jaren er een verwachting is dat de omzet juist gaat dalen met enkele procenten. Terwijl we natuurlijk willen zien dat die gewoon langzaamaan doorgroeit, zeker iets meer dan de inflatie. Dat is een van die redenen dat ik dus uiteindelijk niet heb gekozen om het verder te gaan onderzoeken. Omdat het eigenlijk niet interessant genoeg is. Zeker niet op dit moment. Omdat we ook nog een beetje zitten met de onzekerheid van welke boete krijgen ze. Want ze zullen waarschijnlijk dus wel een boete krijgen. Hoe hoog is die? Daar gaat het aandeel vast wel weer op reageren. Ook al is er nu al een gedeelte van dat bedrag natuurlijk in die koers verwerkt van die boete. Dat, we zien het aankomen, we verwachten het. Maar dat is uiteindelijk dus
de verschillende redenen eigenlijk dat ik op dit moment niet wil gaan behandelen. En een ander aandeel was Beyond Meat. Ook dat heb je waarschijnlijk de laatste tijd veel in het nieuws gehoord. Het is een paar maanden geleden op de beurs gekomen voor €60. Het is toen heel snel voor $60. Het is toen heel snel gestegen naar $240 of zo. Echt 4 keer over de kop gegaan. Inmiddels is het een wat betere koers. Alleen, het is nog niet het juiste moment. Ik heb het gevoel dat het nog steeds gehyped wordt. Nou komt Beyond Meat wel regelmatig in het nieuws. Bijvoorbeeld afgelopen week met McDonald's. Dat McDonald's in Canada met verschillende restaurants gaat proberen te kijken of ze het vlees, wat eigenlijk geen vlees is, plantaardig vlees van Beyond Meat, kunnen verwerken in hun producten. Dus dat is uiteindelijk op de lange termijn wel goed. Alleen op de korte termijn, daar reageert de koers natuurlijk wel op. Maar het zijn maar een paar McDonald's restaurants, dus dat is op zich niet de impact. Maar dit is echt een aandeel voor de toekomst. En als je gaat kijken welke omzetten ze maken, dat is nog ja, echt miljoenen in plaats van miljarden die je zou verwachten bij dit soort stijgingen of bedragen van koersen. Dus dat is zeker niet het aandeel wat je op dit moment wil hebben. Zeker omdat het dus nog een opkomende markt is. Echt iets voor de toekomst. Maar het kan zomaar zijn dat er binnenkort een concurrent komt die ook met dit soort dingen bezig is. Ik neem tenminste aan dat Unilever met de vegetarische slager ook met producten komt. En Unilever is ook echt een groot bedrijf wereldwijd. Dus je kan zeker wel een impact hebben. Ja, je weet gewoon nog niet op dit moment welk bedrijf het gaat worden. En dan kun je dus wel zeggen Beyond Meat, omdat dat het meest bekende is. Maar dat wil zeker niet zeggen dat dat uiteindelijk ook de race gaat winnen in die markt. Het zou fijner zijn als er eventueel een ETF zou zijn van verschillende bedrijven in deze markt. Maar ja, er is geen echt bedrijf wat zich specifiek hierop richt. Dus dat is altijd wel lastig. En dat zijn dus ook redenen dat ik wederom dit aandeel ook niet heb meegenomen in deze video. En waarom ik dit nou de laatste paar minuten uitleg, terwijl ik eigenlijk geen specifiek aandeel heb genoemd, is natuurlijk omdat je eigenlijk ook gewoon een stap terug moet nemen op het moment dat er geen goede aandelen zijn. Het is juist heel erg belangrijk dat je weet dat je op sommige momenten juist niet moet kopen. Dat je gewoon een stap terug neemt en dat je het afwacht. Dat je zeker niet verplicht bent omdat je elke maand €300 apart zet om te investeren, dat je nog maar een aandeel moet kiezen. Je zou bijvoorbeeld kunnen gebruiken om een buffer op te bouwen of een aandeel wat je al hebt om daar extra in te steken. Maar het is zeker niet verplicht. En als je het dan al wil doen, zorg dan gewoon dat je het in een indexfonds doet, dat je lage kosten hebt, grote spreiding. Pak bijvoorbeeld Vanguard, VWRL, dat je gewoon wereldwijde spreiding hebt en dan heb je toch je geld ergens in zitten wat op lange termijn in ieder geval geld oplevert. Maar het kan dus ook zo zijn dat je gewoon wacht, een spaarpotje opbouwt, op een juist moment afwacht van een bepaald bedrijf. Of misschien is er juist volgende maand een ander bedrijf wel in één keer, heel erg interessant. En gebruik je dat geld van deze maand dan in die maand. Maar het is dus zeker niet verplicht om elke maand maar te moeten investeren. Maar durf ook gewoon af te wachten, een stapje terug te nemen en kijken of er binnenkort wel een beter moment komt. Natuurlijk wil ik volgende maand wel weer 3 aandelen gaan behandelen. Dus ik heb zeker jouw hulp nodig. Welk interessant aandeel heb jij? Is er een aandeel wat je al hebt of waar je naar aan het kijken bent? En welke is dat? En juist ook waarom kijk je naar dat aandeel? Waarom vind je dat interessant? Laat me dat in ieder geval weten onder deze video in de reacties. En als je dit weer een leuke video vond, geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder, geef een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval in de reacties weten wat je goed vond of minder goed vond. Dan neem ik dat mee naar een volgende video. Als je nog steeds aan het kijken bent, is het waarschijnlijk dus een interessante video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus wil je daar meer over zien, abonneer je dan hieronder op het kanaal. Klik op het belicoontje, dan mis je eigenlijk geen video meer omdat je dan een notificatie krijgt. En als je nog vragen of opmerkingen hebt, zoals gezegd, onder deze video kun je natuurlijk je reactie achterlaten. En dan vind je ook een link naar onze Discord chat waar we bijna 500 mensen over dit soort onderwerpen praten. Dus kom ook zeker daar een keer kijken. Er is altijd wel iets te doen, altijd wel iets te leren. En dan zie ik jou graag in de volgende video weer terug.